Ja, het is een flink apparaat. Hij valt in ieder geval wel op, hè. Teus Meidam, raadslid van de gemeente Vijfheerenlanden, is duidelijk. Hij mist het geluid van de klokken van het carillon in zijn Leerdam. Ja, dat valt in ieder geval gelijk op. Je mist iets. Het hoort bij ons, het hoort bij Leerdam. Het hoort hier thuis. En ja, dan is het een keer vreemd dat het stil is. Want tot een paar weken geleden klonk het carillon zo. Hij staat er sinds 1979. En ook de Leerdammers op straat vinden het maar stil en zien het carillon graag weer slaan. Ik mis het eigenlijk een beetje, want ik woon hier een eindje verderop. En ja, ik vind het wel leuk. Maar dan wordt het echt stil, hè? Zie weer eens. Natuurlijk heb je mensen die zijn tegenstander van dat ding. Maar die wonen er vlakbij en die horen per half uur of per kwartier slaan. Maar ik zou het jammer vinden, ja. De gemeente vraagt nu in een vrij eenvoudige ja of nee enquête aan de inwoners of de klokken terug moeten komen. En dat is volgens VAL Lokaal geen goed idee. De mensen moeten weten hoe bijzonder het kunstwerk is. Wat komt dat ding vandaan? Hoe lang staat hij er? Hoe is hij er ooit gekomen? Want dat is het unieke aan het verhaal. Het is een geschenk van de bevolking van Leerdam. Bij elkaar gespaard door een heleboel mensen, gesponsord. Dus het is eigenlijk een geschenk geweest met afscheid van burgemeester toen de tijd aan Hollander. Ja, dat is best uniek. Dus die doe je zomaar niet weg. Dus als je de mening vraagt, dan moet je hem goed argumenteren waarom dat je iets wil en waarom dat je het niet wil. Als het aan de Leerdammers op straat ligt, mogen de klokken wel weer muziek maken, maar dan wel met een iets breder repertoire. Het zijn wel liedjes waar je het erg lang hoort, zeg maar. Je moet eigenlijk een keer meer wisselen. Daar ben ik het echt mee eens. Je hoort steeds dezelfde liedjes, zoals met feestdagen en zo, met kerst of altijd dezelfde liedjes. Daar mag wel een beetje variatie in zitten.